day. Het Centrum voor Beeld en Geluid. 60 miljoen euro heeft dit gekost. Publieke omroep hebben een feestje. Allemaal nieuwe innovaties, gezelligheid, artiesten. Een dagje aan het werk. Ime, hoeveel profielen, mensen, bezoeken heb je vandaag de dag? Vandaag de dag, op maandag, zoals de drukste dag, zijn het er ruim 2,5 miljoen die gemiddeld zo'n 30 tot 40 minuten actief zijn op Hives. Ja. Wat zijn de meest populaire Hivers? Wat zijn de meest populaire communities? De meest populaire? Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn er hier vandaag op dit congres een aantal langsgekomen. De populairste wannabe in ieder geval is die van Serious Request 3FM met ruim 400.000 leden die voor het einde van het jaar door de miljoen willen. Dus dat is, dat is een hele, in dat opzicht een hele populaire community. Ja. Er zijn heel veel tv-programma's die populaire communities hebben of waar mensen graag een onderdeel van willen zijn met honderdduizenden leden. Veel grote merken die honderdduizenden mensen om zich heen verzamelen. Dus. Ja, maar wat jij zei dus, van de top 100 merken in Nederland hebben meer dan 100.000 leden, maar doen er daarna niks mee. Nou, dan moet ik iets nuanceren. Daar kunnen ze op dit moment niks mee doen. Omdat dat de mensen zijn die zeggen dat ze fan zijn eigenlijk van dat merk. Ja. Maar wat wij in toenemende mate specifiek voor tv-programma's willen doen, is eigenlijk de eigenaren van het tv-programma-merk de mogelijkheid geven om meer te doen met die mensen die hebben aangegeven fan te zijn. Ja. Dus als je fan bent van de Lama's, dan ga je naar het officiële Hives van de Lama's toe. Dat zou kunnen, ja. En de merken kunnen precies hetzelfde dan in de toekomst doen? Dat zou kunnen. Betaald of niet betaald? Dat is nog niet iets wat we al klaar hebben, maar ik kan me voorstellen, wij willen zo goed mogelijk ook de communities rondom merken faciliteren. Dit zou zeker een van de manieren kunnen zijn. Ja. Je zei ook dat juridisch hebben ze geen poot om te staan als merken zeggen dat zij eigenlijk die Hives willen overnemen. Dus het is niet zoals domeinnamen, zeg je. Ja. Met een domeinnaam kan een merk wel claimen dat ze dat terug willen hebben, maar bij Hives is dat niet zo? Wat ik heb begrepen, juridisch gezien, is van dat inderdaad niet kan. Maar dat is zeker iets wat verdient nog wat meer aandacht. En het is ook niet de situatie die we nastreven. Dus, maar als mensen gewoon willen discussiëren over een merk, dan is er gewoon niks tegenaan te houden. Volgens mij niet. Ik weet niet hoe het zit op Twitter als ik een merk als Twitternaam gebruik, maar dat is vergelijkbaar. Dus zou een merk dat mogen terugvorderen? Ik heb geen idee. Volgens onze voorwaarden mag het, dacht ik niet. Ja, wat zou zo'n programma nou eigenlijk met Hives kunnen doen? Wat voor plaats neemt Hives in de communicatiemix? Ja, tv kijken is natuurlijk iets sociaals. Er zijn zoveel programma's waarbij mensen met elkaar praten over dat programma. Wat het nou boers of vrouw is of idols of et cetera. En wat Hives biedt aan zo'n tv-programma is een platform om die community, die communicatie die mensen over dat programma hebben te faciliteren. Dus ik zou vooral in die hoek zoeken als mensen gewoon enthousiast zijn over een programma en met elkaar daarmee bezig willen zijn. Dan is Hives daar een mooie platform voor. En de boodschap hier vandaag is dat je eigenlijk dat faciliteren middels Hives ook op de eigen website kan doen en niet alleen op Hives. Ja, een paar van de programmamakers die discussieerden daar vandaag over. Wat waren dingen die je opvielen over hoe ze dachten? Wat me opvalt is hoeveel mensen er eigenlijk zo bewust al mee bezig zijn. Dus dat ze echt zoeken naar mogelijkheden. Echt heel serieus. Ik weet het wel van een aantal mensen die incidenteel ons proberen te benaderen daarover. Maar er zijn zoveel mensen mee bezig waarvan wij niet eens wat weten. Ja. Dat is wat mij eigenlijk vooral opvalt. Ik vond het ook interessant dat een heleboel zei van de Lama's is overgenomen door Ineke uit Amstelveen. Die niet met ons wil praten. Ja. En die reageert niet op e-mailtjes. Dus de omroepen probeert desperately in contact te komen. Ja. Maar Ineke reageert niet. En dat waren meer mensen. Wat doet Hives aan zoiets? Dat is een hele goede vraag hoor. In dit specifieke geval weet ik even niet hoe dat gaat. Maar wij willen zeker bemiddelen of faciliteren in het contact leggen tussen een beheerder van een Hive en de rechthebbende van het programma. Maar uiteindelijk gaan wij niet een Hive ontnemen van iemand. Dat zou tegen de aard van Hives ingaan. Ja, het lijkt echt een beetje op domeinnamen. Ja. Domeinnamen in de begindiscussie. Ja. Internet is vandaag 20 jaar. Ja, inderdaad. 20 jaar geleden kwam het .nl. En nu eigenlijk komt diezelfde discussie nu ook Hives tevoorschijn. Ja, laten we snel hopen dat niet meer nodig is. Ja. 7,5 miljoen leden, waarvan 2,5 miljoen elke dag langskomen en 30 tot 40 miljoen. Ja, die 7,5 miljoen, dat zijn er volgens mij 6,4 Nederlandse, als ik het goed uit mijn hoofd weet. Ja. Ruim. Hoeveel mensen werken nu bij Hives? 100. Mooi, in een nieuw pand. Dankjewel.